Goedendag. Je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 31 mei van Weerplaza. Het blijft vandaag en van het weekend droog onder invloed van een hoge drukgebied. Vanochtend zijn er nog wel veel wolkenvelden, maar in de loop van de ochtend breekt vanuit het westen de zon steeds vaker door. Aan het einde van de ochtend ligt de temperatuur rond een graad of 17. Vanmiddag stijgt het kwik naar 20 graden in het noordwesten, tot zo'n 23 graden langs de oostgrens. Daarbij zijn er flinke perioden met zon. En waait er een matige wind vanuit het zuidwesten? Vanavond is het vrij helder en ligt de temperatuur tussen de 16 en de 19 graden. De wind zwakt geleidelijk aan af. Morgen staat er weinig wind vanuit het zuidwesten, hooguit windkracht 3. Het is vrij zonnig en in de middag wordt het 23 tot 27 graden. En daarmee hebben we meteen de eerste zomerse dag van de meteorologische zomer. Op zondag wordt het nog warmer, tropisch op veel plaatsen, 30 graden. Bij een matige zuidelijke wind. Maandag en dinsdag wordt de warmte verdreven, en dan vallen er geregeld buien. en wordt het smiddags hooguit 23 graden. Mijn naam is Diana Boei van Weerplaza.